Nou, de liefde is volgens mij echt helemaal niks gek. Mensen draaien helemaal door van de liefde. Er zijn mensen met 10 jaar liefdesverdriet. Er zijn mensen die helemaal gek worden van jaloezie. Er zijn mensen die zo verliefd zijn dat ze nergens anders meer aan kunnen denken. Niks is gek in de liefde. Dus ik denk niet dat ik niet veel gekke dingen gedaan heb in de naam der liefde. Wel eens een keer gehad met iemand die ik heel leuk vond, maar die liep zo hard van stapel dat ik al op de tweede date zeg maar een envelop kreeg met daarin zijn huissleutel. Dat weet ik nu nog heel goed. Terwijl ik eigenlijk nog niet eens daar thuis was geweest. Toen dacht ik al van, oh ja, dat is wel heel heftig. En die belde mij toen de volgende dag, want toen belde ik niet meteen terug, want ik was aan het werk. En dan had hij geloof ik echt al iets van 17 keer gebeld en sms'jes gestuurd van waarom bel je niet terug? En als ik je bel, moet je wel terugbellen. En zo, toen dacht ik van, oh mijn god, dit wordt niks. Dit wordt een hele langzame, moeilijke, pijnlijke relatie. Dit ga ik niet doen. Dus heb ik afgekapt. Volgens mij is liefde zo individueel. En is het zo voor iedereen verschillend waar die gelukkig in is. Dat je dat eigenlijk niet kunt zeggen. Wat wel uit alle onderzoeken blijkt is dat er eigenlijk twee dingen zijn. Die het allerbelangrijkste zijn om een relatie goed te houden. En dat is dat je samen op avontuur gaat. Dus je moet nieuwe dingen meemaken en die dus ook delen. Of dat nou bungee jumpen is of samen op reis of samen een oude Volkswagen bus opknappen of nou ja, noem het op. Misschien de tuin wel, dat maakt helemaal niet uit. Je moet eigenlijk nieuwe dingen ontwikkelen en die met je partner delen. En je moet zorgen dat je goed seksleven blijft houden.